Ik vind de surfschool heel gezellig en na een korte tijd maak je al vrienden, dus het is niet dat je alleen zit. Eerst vond ik het best wel moeilijk, want het was heel erg wennen, een andere school, andere vrienden, want ik was hier ook alleen. Maar nadat ik wat vrienden had gevonden en aan het systeem was gewend, vind ik het ook leuker dan op de basisschool. Wat maakt het OVC bijzonder als je het vergelijkt met andere scholen? Dat is een vraag die heel veel gesteld wordt en dat is natuurlijk ook een hele belangrijke vraag als je een keuze moet maken. Ik denk dat wat wij terughoren, dat dat vooral zit in dat we verschillende keuzes hier op school hebben. Bijvoorbeeld dat je kunt kiezen uit Frans, Duits of Spaans. Maar dat je ook kunt kiezen uit verschillende talentenklassen die we hier op school hebben. Zoals kunst en sport en Cambridge English bijvoorbeeld. Dus we hebben heel veel verschillende keuzes. En omdat ook leerlingen heel verschillend zijn, is dat wel mooi dat je voor ieder wat wils in huis hebt. Wat is een talentklas en welke talentklassen zijn er allemaal? Een talentklas is een klas waarin jij je eigen talent kan ontdekken. En op het OVC hebben we een paar talentklassen, namelijk Science, Kunst, Sport, Cambridge Engels en AIM, dat is Informatie, Actualiteit en Maatschappij. Zitten er alleen mensen van jouw eigen klas in de talentklas? Nee, je hebt eigenlijk wel gewoon mensen uit andere klassen. Dat vind ik juist wel leuk, want je heb meer contacten in de school en jullie delen ook een interesse. Dus dan kan je ook met elkaar weer over andere dingen praten dan met je, bijvoorbeeld je eigen klas. In eerste instantie hebben wij hier op het OVC een HAVO en een VWO-opleiding. Dus je moet in ieder geval een advies hebben voor een HAVO of VWO. Daarnaast denk ik dat er niet één type leerling is die hier past. Want er zijn zoveel verschillende leerlingen. En ik denk dat we hier genoeg in huis hebben om bij iedereen aan te sluiten. Wat wel belangrijk is, is denk ik dat je hier gewoon je goed moet voelen als je hier rondloopt. En daar proberen we met z'n allen voor elkaar te krijgen. Is het OVC een gezellige school? Dat is wel wat ik van de leerlingen hoor, dat we een gezellige school zijn. Je hebt sowieso met je klasgenoten, met je mentor natuurlijk leuke activiteiten. We hebben schoolfeesten ook. En ik denk dat de meeste leerlingen zullen zeggen dat de gezelligste op school, dat er ook vaak de pauzes zijn en misschien ook wel de vakanties. Wat doet de leerlingenraad eigenlijk? De leerlingenraad bestaat uit leerlingen die met elkaar vergaderen over de kwaliteit van onderwijs binnen de school en hoe we dat kunnen verbeteren. Verder vergaderen we ook heel vaak met de rector om de belangen van de leerlingen te vertegenwoordigen. Dit doen we bijvoorbeeld door het leerlingstatuut. En we organiseren ook platforms zoals het Pizza Panel om in contact te komen met alle leerlingen binnen de school. De conciërge die veegt toch alleen de aula? Nee, de conciërge is er ook om je te helpen. Met het zoeken naar je lokaal, met het zoeken naar je kluis. Als je problemen hebt met je vriendje of met je vriendinnetje. Of als er thuis iets aan de hand is, dan zijn we altijd een luisterend oor. Dus we doen eigenlijk heel veel dingen eromheen. Mocht je problemen hebben, dan kan je bij ons komen. We hebben eigenlijk een heel breed vak. En hoe mooi kan het dan nog zijn als je als conciërge ook nog DJ bent. Die dan de schoolfeesten lekker aan het draaien is. Geweldig. Voor welke leerlingen is het trekbegeleiding? De trajectbegeleiding is voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum of met een aanverwante ondersteuningsbehoefte. Dat is best wel maatwerk, want de ene leerling is niet de andere leerling. Is het na school even de agendaplanning doen, voor de andere leerling is het 's ochtends de dag doornemen en 's middags de dag afsluiten. Voor een aantal leerlingen die vinden het ook fijn om gewoon hier in de pauze te zijn. En, of natuurlijk even te knuffelen met Jip. Het is de perfecte manier om ervoor te zorgen dat je je mening beter kunt uiten. Of ervoor kunt zorgen dat je een discussie met je vrienden kunt winnen. Überhaupt, je leert er ook heel veel over alles wat zich afspeelt in de wereld. Daarom zou je zeker mee moeten doen met het debatteam.
Hoe lang zit je al in het debatteam en wat heb je bereikt? Het is nu mijn tweede jaar debatteam. Wat ik heb bereikt is, ik zie heel erg veel sociale ontwikkeling bij mezelf. Puur omdat ik ervoor opensta om mensen te leren kennen waar ik heel veel moeite mee had. Maar ook het spreken en mijn mening uiten op de juiste manier is bij mij ter ontwikkeling gekomen. En ik hoop dat dat nog meer ontwikkeld kan worden naarmate ik hierbij zit. Het OVC is een UNESCO-profielschool en een Global Citizen School. Hoe merken jullie dat in het onderwijs? Je hebt lessen over de UNESCO-doelen en dan bespreek je ze ook. We hebben het bijvoorbeeld erover gehad dat je over verschillende culturen met elkaar kan praten, maar dus ook met mensen uit andere landen. En dat hebben we hier ook op school, dat je online met mensen uit andere Europese landen het over sommige onderwerpen hebt. Na de kerstvakantie hebben wij een nieuwjaarsbrunch gehouden waar iedereen iets moest maken uit zijn eigen cultuur, waardoor je veel meer over elkaars cultuur gaat leren. De structuurklas van het OVC is een lokaal waarin leerlingen die binnen het autistisch spectrum of kenmerken daarin vallen, in een kleine setting aan de slag kunnen gaan. Dat doen we door middel van trainingen, veel contactmomenten, op de gymlessen na allemaal ook in dit lokaal. Waarmee we gewoon de rust, de veiligheid en structuur willen bieden waarbij de leerlingen zich het beste kunnen ontwikkelen. Naast al dat harde werk, doe je nog iets leuks met je klas? Ja, natuurlijk wel. Het verschilt wel per dag natuurlijk. Voor de vakantie kijken we vaak nog wel een film met de docent. Verder heb je buitenlandse uitjes en een werkweek, dus er zijn genoeg leuke dingen op school. Hoeveel kans heb ik om mijn diploma te halen? De kans is wel heel groot, want we zijn er natuurlijk echt op gericht dat jij opgeleid wordt voor een hbo of een universitaire opleiding. En wij proberen dat ook zo goed mogelijk te begeleiden, zodat jij ook met een mooi diploma hier van school gaat.